Hallo, goedenavond. Hallo. Stijn en Uriah hier en wij hebben een tip voor jou. Mijn tip om een tof relatie te hebben is een nieuwe hobby proberen samen. Gewoon elkaar eens in een andere daglicht zien. Kan je wel eens zo terug de kriebeltjes doen? Op Vlaanderen. Dat is waar, kriebels in de buik. Mijn favoriet is af en toe een keer goed doorzakken. Een keer goed pintje drinken, goed las ik wijn. Een aperitief, een cocktail kunnen om zo'n beetje de stress weg te laten en de tong wat vlotter te laten komen. En wie weet wat er dan, hoe dat je avond dan eindigt, hè? Ja, met veel gesnurken, bed en een kop in, dag erachter. Maar dat is fijn, dat is super fijn. Ja, dat is super fijn. En punt 3? Samen dingen doen. Ja. Samen nieuwe dingen uitproberen. Samen dingen doen. Gewoon quality time samen. Is dan een keer gaan wandelen of een keer samen sporten. Dat we nu ook meer en meer doen. Want van al dat drinken komen de kilo's er misschien bij. Dus dan moeten we af en toe een beetje sporten. 3 don'ts in een relatie. Ten eerste, elkaar niet verwaarlozen. Tijd maken voor elkaar. Echt quality time. Flesje wijn, goed eten. Of zelfs gewoon een keer simpelweg een keer gaan wandelen. Echt gewoon een keer geen tv. Gewoon. Aandacht voor elkaar. Wat ik heel belangrijk vind, is dat je je wensen altijd duidelijk communiceert. Want niemand weet hoe dat hij je voelt en wat er in jouw hoofdje omgaat. En nummer 3, duidelijk zeggen waar dat je grenzen zijn, wat het erover is en wat je op dit moment nodig hebt. Voilà, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Heel veel plezier ermee. Succes. Bye.